En dan wil ik uw aandacht voor de eerste samenleving van deze avond. Hij doet mee voor de tweede keer naar een spettend debuut 2 jaar geleden. Ik zou zeggen, hier is Rudy Strijdbos als volgende. Maar die is ziek. Hij zegt, Fonske, kun jij niet in mijn plek gaan? De headset doet het niet. Hij ziet al veel programma, hè, dus. Ik kan wel gewoon verder gaan, anders ook. Hallo? Ja. Ja. Nou, ik ben dus Fonske. Kunt je mij al goed verstaan? Achterin nog? Nou, dat is goed. Ik woon niet zo lang in de Dakota. Samen met een Spaansma, met andere broer en onze chihuahua, Kalm. Ja, Kalm lijkt een heel rare naam. Maar als we hem dan kapot draaien, dan is het niet zo heel erg. Hè. En ik ben thuis met de knapste. Nou, mijn broer is echt heel welk. Hij staat weer vol met jeugdpasjes. Als hij lacht, dan bukt heel de klas. Ze hadden het verkeerd gezegd dat ze moest insmeren methaanpasta. Het hielp niks tegen de pesten, maar ze roken wel fris. Ja, en destijds pa zelfs vlees rond zijn nek hongen. Aan ze zelfs een hond niet mee bespeulen. Hij had ook best zijn ballen gestoken. Ik zeg, kom er wel een lekker dan. Als je nou zit, hij zegt, ik was best alleen thuis. Hij zegt, ik kwam een spa in, gevroegd thuis van het werk. En toen heb ik van schrik met een laptop dichtgeklapt. Oh, wacht, ik krijg een berichtje. Dan zeg ik net, de prins had de gsm zelf moeten, maar krijg ik een berichtje, zeg. Oh. Juist. Als je vertelt 20 keer Geert Timmerwerken noemt in de zaal, dan krijg je 20 euro. Ja. Dat kan ik niet aan beginnen. Omdat ik hier nieuw ben, moest ik naar school mijn examen afleggen, om te kijken wat ik allemaal al kende. En ik heb het bij me, ik zal het straks bij pakken, want het was me wel. Het begint zoals elk examen begint, hè, met vraag 1. De vraag was, hoeveel is de helft van 7,28 kilo? Nou, dat vond ik heel makkelijk, dat is 7,28 pond. De volgende vraag, vraag 2. Een arbeider bouwt een huis in 30 dagen. 30 arbeiders bouwen een huis in 1 dag. Doe nog zo'n voorbeeld. Ik zeg, nou, zeg, een schip die vaart in 30 dagen naar Amerika, 30 schepen in 1 dag. En dan denk ik allemaal dat ik niet kan tellen natuurlijk, maar Stijn Michielsen heeft een nieuwe boerderij gezet. Ik zeg, les tegen Stijn, ik zeg zo, ik zeg, je hebt best veel koeien. Ik zeg, 183. Dan zeg ik zo, voor ons, hoe weet ik dat zo snel? Ik zeg, nou, ik heb de poten geteld en gedeeld door 4. Toen moesten we nog wat spreekwoorden afwerken. Er stond, waar rook is, is... Ik had er allemaal van gemocht. Waar rook is, is worst. Maar dat was niet goed. Het kan vriezen, het kan dooien. Ik had er van gemocht. Het kan vriezen, het kan dooien. Maar als ik op mijn bek had, dan zijn ze te laat mee strooien. Maar dat was een instinkertje. Deze vraag wist ik trouwens wel. Was Christus ook wel eens buiten het Heilig Land? Ik zei tegen de leraar, ja, ik zei die was in Nederland. Dus onder de bijfonske. Ik zei, nou, ik zit het Batavieren. Ik zie die waar kwamen 50 jaar voor Christus Nederland binnen.
Maar ja, dat was dus ook helemaal niet goed. Nee, de leraar vond mij niet de slimste van de klas. Ik zei, nou, ik weet wel dat de ogen in verbinding staan met mijn konthaar. Hij zei, zo, ik zei, je moet er maar eens in uittrekken. Ik zei, dan springen de tranen in de ogen. Hij moest de Spaans maandag bij de gymleraar komen. Ja, ze vond die heeft een motorische achterstand. Maar dat hadden ze volgens mij verkeerd begrepen, want ze hadden een brommer voor mij gekocht. Dat vond ik dat niet zo heel erg, dus ik heb meteen op internet op zoek naar een brommer. Zei pa, die zag mij zo bezig. Hij zei, jongen, hij zei, ik zou niet via internet een brommer kopen. Ik zeg, hoezo niet? Hij zei, nou, hij zei, ik heb mijn moeder ook leren kennen via het internet. Hij zei, ik kan op het meer neffen als ik erop zit. Staf, hij geeft mij misschien ook iets te drinken. Ik doe maar kasses. Onze ontkam, die was letterlijk niet zo goed. Hij had last van overtollige haargroei op zijn rug. Maar was dan met een vrouwtje geweest. Vrouwtje zei, nou, ik zou opdragingscreme proberen. Dus ons maar naar de drogisterij en opdragingscreme gaan halen. Nou, zegt die drogisterij, als je achterkant gesmeerd hebt, moet ik wel even zo erg nog omhouden. Nou, zegt ze, maar het is niet voor mijn oksels, het is voor mijn chihuahua. Oh, zegt hij, dan moet je een dag niet fietsen. Zeg ik van, tja, met de kermis die hier in het dorp? Ik wel. Ik was gaan kijken, zag ik Frank Kooijen staan bij de ballengooitent. En Ronnie de Vaan dragen van de Sonsband, die stond er even. Dankjewel, Staf. Ja, ik zal lekker zeggen. En Ronnie stond er even en Frank zegt, hey, Fons, moet jij niet een keer proberen te gooien? Dus ik gooi alles omver. Roept Ronnie in één keer, alweer het winnaar. Ik zei ook Nico Keuvel met zijn vriendin. Ja, ik heb trouwens wel gehoord dat dat kindje wel heel snel gemaakt is. Nico was er blijkbaar in 53 seconden lang mee klaar. Ja, dat heeft zij er eigenlijk van geen minuut verveeld. Ik zeg tegen Nico, ik zeg, hij wordt al eens een piemeltje gezien met een jaartal erop. Hij zei, dit heb ik niet gezien. Ik zei, dan moet ze nou ruimbewijs kijken. En dan loopt zo verder en dan zien we dat tegen Tom Theo praten zo. En ik hoor dat hij op Tom Theo vraagt. Dan zei, Tom Theo wordt al eens een keer een piemeltje gezien met een jaartal erop. Ik denk, nou, die durft Tom Theo, hè, groot sterk vent. Dus zegt Nico tegen Tom, hij wordt al. Nee, zegt Tom, heb ik nooit gezien. Nico zei, dan moet ze nou ruimbewijs kijken. Maar ik zie ze jou vragen. Dat zei Nico. Hij zei, weet jij dat er op elk condoom een serienummer staat? Nee, zei Nico, dat weet ik niet. Oh, zei Tom, dan rol ik hem iets verder aan als jij. Over Nico gesproken. De knut zoekt vanavond veranderd, hè. De kruidenknut. Waar we de les gaan eten. Komen we er binnen, zat geen kat binnen. Nou, Nico, hier is toch niet zo druk. Als jij vindt het gek, als je komt net tijdens etenstijd. Ja, en dan hadden we eerst soep. En Sma die wil graag zijn droog sneken erbij voor in de soep te stoppen. Dus die vraagt aan Connie: God, Connie, jij gaat een droog sneken. Ja, dan kan je misschien even een keer drinken dan. Nee, zei Connie, dat zijn mijn schoenen die zo kraken. En als pa die had konijn, of die zag konijn stond op de menukaart, dus die vraagt aan Nico, is dat eigenlijk een wild konijn? Nou, zei Nico, kan het eerst wel eens goed kwaad maken of dat ik het in de pan doe. En dan vroeg Nico achteraf wat gesmakt hij. Nou, was wel, ik moet zeggen, we hebben ooit al beter gegeten. Ja, dat kan wel zijn, zei Nico, maar dat was dan toch niet hier. Ik ben onlangs nog naar de kapper geweest, naar kapsel Angela. Dat stikt ook nog eens iets op, hè, vandaag. En Anja Roelen komt dat les net ook veel. Want Angela weet alles van scheidingen, hè, dus... En volgens mij wilde het geknipt hebben. Ik zei, nou, mijn linkse bakkenbord kort, mijn rechtse bakkenbord lang, mijn linkse haar lang, mijn rechts kort en mijn scheiding van links voor naar rechts achter. Ja, ze heeft volgens mij toch geen gezicht. Ik zei, nee, maar zo werd het de vorige keer ook geknipt. Nou,
Nou, sinds kort ook een vriendinnetje. Ja, ik ben verliefd, hè. En dat is net als in de broekklasse, hè. Iedereen ziet het, alleen ga je het weer hebben gevoel, hè. Ik had er hartje veroverd, ik had een gedichtje gemokt. Het schatje, 's morgens kan ik niet eten omdat ik aan je denk. Schatje, 's middags kan ik niet eten omdat ik aan je denk. Schatje, 's avonds kan ik niet eten omdat ik aan je denk. Schatje, 's nachts kan ik niet slapen, want dan stik ik van de honger. Uiteindelijk was dan het moment dat ze bij mij bleef slapen, hè. En mijn kamer is beneden, het was goed weer, dus mijn slaapkamer stond open en ze was al een beetje verzoend tegen die vensterbank gaan staan zo. Ik dacht van, nou, dit is het moment, hè. Dus ik wil er naartoe lopen, strak ik erover met een pyjama. Nou, en ze doet van schrik een stap opzij, dus ik val zo de droom naar buiten, net daar waar kamer had zitten schijten, hè. Dus ik loop terug naar binnen zo en Spa die ziet er allemaal zo. Hij zegt, nou jongen, ik denk dat je een ander gatje moet hebben. Les liep ik naar school, komt er zo'n event man. Hij zei, hoe kom ik het snelst in Breda? Ik zeg, ben er met een auto of met een fiets? Hij zei, met een auto. Ik zei, dat is inderdaad het snelste. Zag ik dan Joris Theeuwis, zijn fiets aan de kaart, sta ik zelf op zijn knie op de grond, met zijn oren op de weg zo. Hij zei, een Golfke TDI van 2012, met 4 vredestempandjes van Joosten. Ik zei, nou, dat is wel knap Joris, dan kijk ik het horen wat voor een auto er aan komt. Hij zei, nee, die is net over mijn hennen gereden. Nou, Joris stond er net recht, komt een opa van de maaikant afgereden. Joris zei tegen een opa, hij zei, dat is nou de 4e keer van de week dat jij te laat bent op het werk. Weet jij wel wat, tot welke conclusie dat ik dan kom? Ja, zei een opa, dat het donderdag is. Nou ben ik wel blij dat een smaak vroeger geen gewaagde decolletees droeg, hoor. Want anders was ik nou al 10 jaar ouder geweest. Daarom mag ik ook geen bier drinken, hè. Ja, ik ben nog minderjarig. Maar ja, voor mijn gevoel ben je alleen maar minderjarig als je op 29 februari jarig bent. Ons maat is het voornemen om wat kilo's kwijt te raken, want ze had haar haar gewassen. Ja. Ik zeg tegen Sma, ik zeg, ma, hoe haar danst? En ons pa zei ja, en de rest ook. Ja. En ze was al, de eerste dag was al 700 kilocalorie, had ze al 700 kilocalorie verbrand. Ze had de pizza allemaal verbranden. Gisteren was ze ook te laat met vuilnis buiten zetten, dus schoot ze naar buiten, zegt tegen die vuilnisman van, kan er nog iets bij? Jot, zei die vent, springt er maar in. Maar het is niet allemaal komerig wel, want ze smaaien het lotje. En dat is allemaal wel gemakkelijk als ze dan langskomen van de onderrijden en zeggen, nee, we hebben al een lotje. Toch zie ik ze wel geheel, ik geef ze ook af en toe iets met moederdag. Dat is de 2e zondag van mei. En vaderdag, dat is de 3e zondag van juni. Nou heb ik eens opgezocht waarom dat moederdag eerder is dan vaderdag. Maar dat komt omdat de pruimen eerder hebben zijn als een noten. Prins Fraaske is dit jaar met de prins voor de 3e keer. Straks gewoon nog missen, hè? Je kunt volgend jaar iets proberen, met Frans. Ik zag net nog backstage. Hij zei, en Fonske, heb je gezien dat ik met mijn opening speech heel de zaal vol trok? Ik zei, ja, ik heb zelfs mensen naar buiten zien om een plots te maken. Hij was net maar even zo verzekerd geweest. En wie denkt dat er het hartstikke net voor mij zat? Ja, Fraaske, hè? En op een gegeven moment begint hij tegen mij te praten en hij zegt, zeg, hoe is het? Ik zei, ja... Goed, hè, Fraaske. Ja. Wat ben je aan het doen? Ja, mijn rug is altijd thuis nutten, hè. Net als jij. Het is een heel bevalling, maar het gaat zo gebeuren, denk ik. Kom er straks weer even slijt, zegt hij. Ik zeg, nou, Fraaske. En op het begin hoor ik hem zeggen, ja, schat, ik ga je ophangen, want die vent die net denkt dat ik het tegen hem heb. Les op school kreeg de opdracht om een sprookje te schrijven over iets actueels. Ja, ik ken eigenlijk geen sprookje. Het enige sprookje dat ik ken is het kortste sprookje. En dat is de prins en de prinses komen elkaar tegen. Hij vraagt haar, duurt een huwelijk. Zij zegt nee en ze leven nog lang en gelukkig. Maar de leraar had zo gezegd, Fonske, ik kan jou goed in de gaten houden, want dat werkstuk de vorige keer, of die hond, dat ligt vrij te veel op dat werkstuk van jouw oude broer. Dus ja, dat kan wel kloppen. Ik zeg, dat gaat over dezelfde hond. Ik ben dan naar de bibliotheek gegaan. En het eerste wat ik tegenkwam waren de kinderboeken. Plof zei de kikker. Plof zei de kikker en 100 andere experimenten die ik toen met de magnetron. Toen kwam ik bij het boek Kamer het leukste dorp van Brabant. Ja, dan weet je dat je bij de sprookjes bent natuurlijk. Hè. De meeste kosten voor de wietplantjes hier allemaal in het dorp.
Ik denk, Lot zal dat ook wel doen, anders val ik misschien uit de toon. Ik zal het eens voorlezen. Ik heb het hier bij me. Er was eens een man, Riuana, en hij woonde in een klein dorpje bij de Belgische grens. Hij had een kokette vrouw, Ma Riuana, een kleermaakster. En samen hadden ze drie dochters, Hasje en Wietje gedoopt. Ja, dat moet ik me aanpassen. Op een dag was Pa een tripje maken en een vogeltje zat boven in de boom en floot wiede 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 wiet. Terwijl de wind door de bomen blowde. Met haar Barbie Ruraatjes en hondje met zijn, en Hartje met zijn hond Stuf en zijn kat Morfientje. Ze luisterde naar de LSD-speler, waaruit een liedje klonk: altijd rookt Kortjakje wiet. Midden in de week, maar zondags niet. Zondags neemt hij heroïne en een snuifje cocaïne. Marihuana stond achter het kookfornuis en was net spacecake aan het bakken. Plots kwam de politie binnen en toen werd het al heel erg drugs in huis. Marihuana begroet de agenten. Hi. Ze vroeg of ze misschien een glaasje coke lustte of een plakje verse cake. Maar nee, ze waren geïnteresseerd in de zolder en liepen met speed naar boven. Crack, zei de trap. En toen ze boven kwamen, ontdekten ze de plantjes. Marihuana wist van niks. Maar ze hadden al een tijdje bespied. En de moraal van dit verhaal is, hoe hoog je de kweeklamp ook hangt, ooit loopt er tegenaan. Ik had het thuis ook veel gelezen van mijn pa. En hij vond het hartstikke goed. Hij zei, zo zie je maar, het leven is als Annie van de Smit. Het kan soms raar lopen. Nou, ik moet er nog even van doen, want ik moet op tijd lessen. Ik zou zeggen, houdoe!